Als je er langs loopt en je gaat op weg naar school of zo, dat je dan van de aalbesjes, van de peren, van de appels kan plukken. In de wijk Meijenhorst wordt de eerste plukroute van de gemeente Nijmegen aangelegd. Maar wat is een plukroute nou eigenlijk? Een plukroute is een wandelroute in de openbare ruimte, dus zoals hier in het plantsoen. En daarin staan allemaal vaste planten waarvan geplukt kan worden. Dus dat betekent dat je, als je er langs loopt en je gaat op weg naar school of zo, dat je dan van de aalbesjes, van de peren, van de appels kan plukken wat je wil. Als het rijp is, kun je het plukken. En dat is voor iedereen toegankelijk. Het concept van een plukroute bestond al. Marijn vond dat er ook een in Nijmegen moest komen en zorgde samen met de gemeente ervoor om dat te realiseren. Ik heb 1,5 jaar geleden het idee bedacht het hier in Nijmegen te doen. En ben toen gaan kijken naar een wijk waarin dat kon. Want ik wilde graag iets teruggeven aan de gemeente. Ik woon hier al heel lang. En ben uiteindelijk hier in Meijenhorst uitgekomen. In de plantsoenen worden verschillende soorten vruchten en planten geplaatst. Het duurt alleen nog wel een tijdje voordat je ze kan eten. Hier in de plantsoentjes komen bessenstruiken. Dus dat zijn aalbessen, zwarte bessen, honingbessen, fasantenbessen, dat is een bijzondere. En wat eetbare bloemen ook. Dus onder andere de daglelie en de dropplant. De bessen zal al volgend jaar gedeeltelijk kunnen. En dan elk jaar wordt dat meer. De boompjes, ja, dat zal 1 of 3 duren voordat die echt een beetje productief worden. En dan hebben we nog grote notenbomen. Nou, dan moet je wel 1 jaar of 5, 6 wachten voordat je daar echt van kan plukken. Maar zo door de tijd heen, we hebben elk jaar wel iets waar je van kan plukken. Als het aan Marijn ligt, komen er nog meer plukroutes. Maar zij is niet de enige die daarover gaat. Wie weet, ja, dit is het begin. En wie weet komen er nog meer. De gemeente Tilburg heeft er volgens mij al 3 van deze plukroutes. Dus als de gemeente dit leuk vindt, dan kunnen we door, wat mij betreft.